AFC uit dit seizoen nog niet gewonnen. De regerend kampioen. En Jacks Leek komt hier op 1-0. Wat een goal zeg. Lindhorst. Normaliter een verdediger. Een belangrijke speler. Lange tijd geblesseerd geweest. En dit is een fantastische goal. De hoekschop. De Mooi kopt de bal. En Lindhorst. Met een omhaal. En zo is er de vroege voorsprong voor de ploeg van Landvreugd. Beide ploegen door in de beker. Dit is Verhaar met een heerlijk balletje richting Ignacio. Ignacio scoorde nog maar één keer dit seizoen. En dit is nummer 2. Wat wordt hij vrijgelaten, zeg. Ignacio, de meest scorende speler in Jacks Leek. De heerlijke assist van Thomas Verhaar. De aanname van Ignacio. De glijdende speler weg in de laatste linie bij IJsselmeervogels. En dan is het 0-2. En loopt IJsselmeervogels weer achter de feiten aan. Want de ploeg heeft slechts 4 punten nog maar verzameld. Het is een ploeg in opbouw, al dus deze coach Smit. Van der Laar met een heerlijke balbehandeling. Van Weerdenburg in de problemen en wat een fantastische reflex trouwens van de doelman Zonneveld. Voormalig doelman van IJsselmeervogels. De gobbel van Tadmine, de oudspeler van HFC. Nu dus in de punt bij IJsselmeervogels, waar hij ooit coach was. Landvreugd. Opnieuw AFC. En Thijssen komt daar binnengeleiden. Kenny Thijssen met het verkeerde been. Anders was het 0-3 geweest. De Mooi met diepgang. Het is aardig in de 16. De Mooi. Hop, weer een speler het verkeerde pad ingestuurd. En het schot. Thijssen. Goed gespeeld. Er is beweging bij onder andere De Mooi. Dit kan ook. Verhaar, ja, op 10. Helemaal vrij. Vanaf een metertje of 16, 17 schiet hij de 0-3 achter de doelman. Jamie Schaap. Ja, er zet helemaal niemand druk. En met links goed afgemaakt door de voormalig speler van Sparta, Thomas Verhaar. Dan hier nog de kans voor Buitenhuis om het aan die 0-3 achterstand te doen. En zo is het een belabberd seizoen tot dusver voor IJsselmeervogels. Want AFC, dat voor het laatst won van de Vogels uit, dat was in 2017. En in 2019 kreeg de ploeg van Landvreugd een flink pak slaag, want toen werd het 5-1. Dit schot was van Schilder. Met moeite gekeerd door Schaap. En zo speelt IJsselmeervogels eigenlijk al vanaf minuut 1. Een verloren wedstrijd. Probeert het hier nog wel tot een kans te komen. Maar Lindhorst verdedigt sterk. Herings met de mogelijkheid. Een verdediger notabene. Ja, dit is illustratief voor het spel van IJsselmeervogels. Dat ontzettend veel ruimte weggeeft. Grootfaam in de ploeg gekomen. Grootfaam bij de tweede paal. Nou, daar komt hij. Nee. Oh, oh, Bewalen. Wat een kans zeg. Op de 0-4 AFC is nog mild voor IJsselmeervogels. En zo wint de ploeg uit Amsterdam dik en dik verdiend. Eerste 20 minuten, Kai, gaat er van alles mis. 2 tegengoals. Verlies je daar eigenlijk de wedstrijd al? Ja, ik denk dat je daar de wedstrijd al gelijk verliest. Ja, AFC was gewoon een stuk scherper daarin. We waren veel te snel de bal kwijt. Einde eerste helft krijg je nog wel een heel klein kansje. Maar als je 2-0 de rust in gaat tegen, dan is het zwaar. Ja, ik kan me voorstellen dat het heel lastig is om zo meteen antwoorden te vinden. Maar heb je al iets in je hoofd waarvan je denkt van, ja, daar lag het aan achterin dat de automatisme niet klopte, dat het eigenlijk niet klopte achterin op het middenveld, dat het niet lukte? Nou ja, wat ik denk is dat we veel te snel de bal kwijt waren. Op zich houden we ze er nog best wel goed tegen soms. Alleen ze konden veel te vaak komen, dat was een beetje het probleem. Tweede helft probeer dat om te zetten. Dan scoren zij de 3-0 en dan weet je dat het helemaal lastig wordt. Ja, dat is helder. Het leek er soms ook op alsof zij wat scherper en fitter ook waren. Soms in die tweede ballen, in de bal naar voren, in de druk. Ja, klopt. Ja, ik denk dat bij ons ook een stukje vermoeidheid erin kwam. De afstanden werden veel te groot. Dat deed AFC ook goed. Je maakte de afstanden nog groter. En
ja, daardoor wordt het gewoon moeilijker voor ons. Ja. Ja, in de tweede helft kun je natuurlijk proberen wat je wil dan om terug te komen in die wedstrijd. Maar echt lukken, doe dat dan ook niet. Nee, ook niet. Nee, klopt. Nee, het was allemaal veel te weinig vandaag. En ja, we moeten kijken naar volgende week en dan weer volle bak. Ja, het is zo'n wedstrijd waarvan je eigenlijk iedere minuut nog wel door kan voetballen, maar waarvan je weet van... Precies, zo voelde het ook voor ons, ja. Ja, machteloos. Weet je wel, ja. Het is een seizoenstart die ze niet gewend zijn hier natuurlijk in Bunschoten, Spakenburg, IJsselmeervogels op deze plek. Het moet wel wat veranderen natuurlijk nu. Ja, maar ik denk dat het vooral binnen de lijnen moet. En ja, dat we gewoon ook op wedstrijden anders moeten gaan starten. Als je ziet wat je net zegt ook, zo snel 2-0 tegenkrijgen, dan ja, dat wordt gewoon lastig. En als dat iedere week zo is, ja, dan wordt het een moeilijk seizoen. Dus ja, wat ik net zei, volgende week een nieuwe week en dan weer verder. Ja, want het is natuurlijk nog wel vroeg in het seizoen, hè, dus natuurlijk nog geen man overboord. Maar misschien een klein beetje zorgelijk. Nou ja, ik ben het met je eens. Er moet wat veranderen, alleen ja, dat moeten wij in het veld doen. Zo simpel is dat, krijg je volgende week weer de kans voor. Oké, dankjewel man. Ja. Dankjewel. Barry, ik sprak je voor de wedstrijd en zei ik had er zin in. Dat zou nog een kwartier anders geweest zijn, denk ik. Klopt, precies. Hoe komt dat? Nou, waar we bang voor waren, wat je wel mee moet nemen richting deze wedstrijd, is dat je tegenstander de gelegenheid heeft om 7 basisspelers, 8 basisspelers zelfs reserve te zetten in een bekerwedstrijd. Die hebben wij niet. Dus dan moet je 120 minuten voetballen. En voor de meeste jongens in ieder geval zo lang mogelijk. Nou, dat zie je ook terug vandaag misschien in een stukje scherpte, in een stukje focus. En dat heeft meer te maken met individuele dingetjes die misgaan. Waardoor er een oh jee, daar gaan we weer verhaal komt. En dan op het moment dat we het eigenlijk wel op de rit hebben verdedigend, want zoveel kansen gaven we niet weg. Het komt 2 keer uit een individueel momentje. Ja, dan zien we wel dat we dat meenemen aan de bal. En op het moment dat de plannen goed waren, we de vrije man hadden staan, dan konden we dat slecht vinden. En dat, dan denk ik toch dat de afgelopen dinsdag een behoorlijke impact heeft gehad op sommige jongens. Mede omdat die nog niet helemaal wedstrijdfit zijn zoals wij willen. Dus dan heb je mentaal heb je een boost, maar fysiek hebben we pittige klap opgelopen afgelopen dinsdag. En dan komt dit de AFC, dat komt te vroeg. Dan moet je gewoon deze bal moet je gewoon slikken. En of je nou over 2 maanden is of 4 maanden of volgend jaar, deze wedstrijd zit er ertussen. En dit de AFC ingespeeld met alles en met heel veel individuele kwaliteit, die kwam op een slecht moment. Wat heb je in de rust verteld? In de rust zijn we de jongens nagegaan, betreffende de pijntjes. En hebben we wat jongens uit hun lijden verlost. En hebben we fitte wissels ingebracht. En dat was het plan, want dezelfde 11 van afgelopen dinsdag speelde. En eigenlijk bijna dezelfde wissels van afgelopen dinsdag, die kwamen er ook in. En hoe we dat afgelopen dinsdag goed invulden, ja, dan was dat vandaag was dat ondermaats. En dan krijg je een situatie dat je denkt, we willen niet. Maar als je in deze situatie zit, dan komen alle tweede ballen vallen bij de tegenstander. Je komt elke keer een meter tekort, waardoor je denkt, ja, jongens, dit moet beter, dit moet harder. Maar dan krijg je gewoon een situatie dat je gewoon in de hoek van de klappen even overal een meter te laat komt. Waardoor het lijkt dat het gewoon niet gaat. Nou ja, dat is het dan ook op dat moment. En ja, wat ik al aangaf, na afgelopen dinsdag was het mentaal was de boost. Fysiek was het gewoon een pittige tik die we hebben gekregen. Mede doordat een aantal spelers gewoon nog geen hele wedstrijd kunnen gaan spelen. En dan kwam AFC voor die wedstrijd even te vroeg. Hoe ga je dat maandag aanpakken? Ga je praten, weer trainen? Nou, ik heb net na de wedstrijd ook gezegd, want de jongens zitten er pittig doorheen. Dus de feesthemmer afgelopen dinsdag, die kent het dan in een paar dagen tijd. Nou, die zitten met de kopjes naar beneden. Dus we hebben ze allemaal rechtop getakeld. We hebben aangegeven, we gaan deze wedstrijd niet meer analyseren. Iedereen weet precies wat er gebeurd is. En we gaan maandag gewoon verder, strepen onder. Volgende bal belangrijk. Dinsdag keihard trainen, want we moeten wel fitter worden. En dan staat er volgende week een prachtig affiche voor de deur Rijnsburgse Boys thuis. Vorig jaar wisten we die te winnen met het doelpunt van Kevin van Diemen. Wie weet wat er zaterdag gaat gebeuren. Maar 3 punten is het beste medicijn op dit moment. Dankjewel. Tot slot vanavond de KNVB beker loting. Op wie hoop je? Nou, ik heb net gevraagd aan Rydell of hij voorkeur heeft. Hij zegt thuis. Thuis. Volendam, Utrecht? Volendam zou wel grappig zijn, ja. We spelen volgende week of 2 weken tegen Volendam. En dan, ja, die kans zit er zomaar in natuurlijk. Dankjewel.